Mijn opa is geboren op een boerderij in Zeeland. Ik weet dat omdat mijn vader geen kip eet. Over het leven van mijn voorouders op de boerderij weet ik verder niets. Het is achtergebleven in de Tweede Wereldoorlog, de watersnoodramp en in de migratie van mijn opa en oma naar Noord-Holland, Haarlem. Mijn moestuintjes overleven niet. Als de Albert Heijn actie afgelopen is, sterft het jonge plantje vaak nog niet meer dan een kiem. Het enige wat overgebleven is van mijn boerenroets, is het verhaal waarom mijn vader geen kip eet. Mijn vader werd elke zomer alleen op de trein naar Zeeland gezet. Op hoop van zegen kwam hij aan op de boerderij van zijn oma. Hij vond het daar heerlijk. Keer op keer vertelt hij hetzelfde verhaal. Hoe zijn oma een kip van het erf plukte, het de nek omdraaide en het nog even liet rondlopen tot het gestorven was. En dan in alle rust op een krukje ging zitten plukken. Het erf vol met veren, mijn vader met een draai in zijn maag. En die avond lag die kip op zijn bord. Mijn moeder, die heet Parlevliet. En in Amsterdam, de stad waar ik geboren ben, betekent dat niets. Maar in Katwijk aan zee wel. En daar stel ik mij voor met de achternaam van mijn moeder. Want mensen reageren vol bewondering en erkenning. Schijnbaar is mijn familie een grote vissersfamilie. Van vis weet ik ook niets. Behalve dat. Als een goudvis ziek is, het het beste is, meest diervriendelijk, om hem met een steen op het hoofd te slaan. En dan zijn kop eraf te snijden voordat je hem door het toilet spoelt. Laatst liet ik een steen vallen op mijn zieke goudvis. Het visje spatte uit elkaar. Ik moest een beetje huilen. Ik moest een keer overgeven toen ik makreel had gegeten. En daarna lustte ik geen vis meer. Tot mijn veertiende. Ik wist niet dat bakkeljauw... Vis was, zo zag het er namelijk niet uit. En ik waagde mij aan een broodje bakkeljauw. En vanaf toen haalde ik mijn broodjes in de shopperhal in de Amsterdamse poort. waar ik nooit iets kon vinden wat mijn moeder thuis kookte. En waar men mij vroeg waar mijn ouders vandaan kwamen. Ik kocht er fruit in vreemde vormen. Ik kocht er fluoriserende dranken. en koelde hiermee de brandwonden op mijn tong. Ik mis het eten van de oma van mijn eerste vriendje. Ik denk eraan als ik de rijst omschep met de versierde rijstlepel die zij mij gaf. Die lepel is over zee gekomen uit haar land. En in groep zes hield ik daar een spreekbeurt over. Toen kon ik je meer over Suriname vertellen dan over de Noordzee of schouwe Duiveland. Soms koop ik de rijst in buideltjes. En dan hoor ik de oma van mijn eerste vriendje in mijn achterhoofd afkeurend tjoeren. Ik weet het, het hoort niet zo, maar zo heb ik leren koken, gemakkelijk en snel. De bloemkool aten we met nootmuskaat. De aardappelen groeiden in een plastic zak onder het aanrecht en ik at alleen vis als het niet op vis leek. Ik groeide op op de derde verdieping van een flat en aan de ene kant had ik uitzicht over het groen. Van de Gasper-plas en aan de andere kant de miljoenen lichtjes van de Belmer.